Yo mensen van de YouTubers en welkom hier in Craftvenger. Jawel! En er is weer iets nieuws. Geen attractie. Het is enkel een VIP-opening, mensen. Dat is voor VIP. Oké, Het is een nieuw spelletje. Het is een laser. Inderdaad! Een lasersuit. Dus je liever te komen, Jens. Dus we gaan even. We hebben nog 20 seconden. Ik ben gejoined in het spel, maar we kunnen nog even wachten tot het is bijna gedaan. Voilà, zo. Dus het is de bedoeling om mensen neer te schieten. En je hebt ook een soort van schieter voor u. Ja. Oké, dus nu gaan we beginnen. Dus join maar eens, zou ik zeggen, met die ringwoord van de... Allee! Ja, zoals je ziet, ik heb ook een andere naam. Die zak van een jaar als je mislukt optreden. Yes, butje! Join me! Wat een loser, heb. Oké, we gaan mee beginnen. Bent u er ook bij? Ja. Hè? Hoe kan dat? Ja, er zijn machines waarmee je mensen neerschiet. Wacht, dat zijn twee dingen. Wat is het sterkste? Nee, de andere is een machine en dat schiet mensen vanzelf neer. Hij kunt dan... Gewoon met je pistooltje schieten. Hij kunt dan neerzetten, of wat? Maar ik schiet precies niet. Ik moet dat inhouden, ofzo. Nee, je moet gewoon dat er niet rood uitkomt en je hoort zo toem, wing. Ik hoor niks. Ik heb mijn volume ook heel laag staan. Dat is heel jammer. Ik ga continu dood. Ja, maar je afgeschoten wordt. Ja, maar ik schiet zelf en zij gaan niet dood, natuurlijk. Ik kan u komen herschieten, jeetje, omdat jij denkt dat je sterk bent. Ik snap het niet. Hé, hey Jens, gelieve nu eens kind te veranderen in een pingwing. Gelieve is juist niks. Gelieve uw naam te veranderen in homo. Good old days. Gelieve uw kind te veranderen in homo. Nee, dat past niet bij mij. Dat past zeker bij u. Is uitreden. Ja, zoals ik verander je naam binnenkort naar Jens Spence. Hallo, stel je even. Maar ik verander het zelf binnen een maand. Nou, dat kunt jij toch niet. Kan ik wel. Jammer, hè. Ik ga eerder zijn, ja. Eerder. Met uw geheugen, jongen, jij vergeet dat zo. Dat is een YouTuber, maar dat ga ik niet pakken. En dankzij mij wisten we dit weer, want Jens was niet in de house, hij was slechtgezind. En ik was in de house voor coins te verdienen, voor een kar te kopen. Draaf fout. En ineens zie ik op Discord een bericht. En opeens joinen er 100 VIPs, dus in orde. Dat is alleen voor VIPs? Ja, voorlopig wel. Waarom gaat hij niet dood? The fuck, hoeveel keer moet er opschieten? Dag Jens, ik heb je gekild. Ik heb Daniel! nu voelt hem zich wel stoer, hè? Eén kill. Ik ga honger. Kom hier. Oh nee, dat is die machine natuurlijk. Je hebt precies maar één shoot nodig om af te maken. Waar is Jens? Maar zie! Ik heb Jens! Maar dat kan toch niet? Ik heb Jens neer! Je hebt maar één shoot nodig om af te maken, jongen. Dat is al zo oneerlijk. Je bent sterk, Jens. Je bent niet sterk. Mensen zijn nog één potje voor het af te leren, denk ik. Sterk, je bent anders wel niet veel beter dan ik. Ik ga niks, hè. Jens, gelieve te joinen. Gelieve te zwijgen, want je pakt er zelf niks van. Wel, ik was gewoon net aan het zoeken. Ja, ja. Maar net was ik 11. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Die waren wel nog bij.
En ik heb wel een kill binnen. Het was gewoon om waar te zijn. Maar joh, we spawnen samen, joh. Zo is het ook gemakkelijker. Hé, hey, ja, ik ga weg dan. Laat maar. Je spawnt samen met iemand anders ergens, joh. En die spawnt dan achter u, dus ik kan u ook gemakkelijk killen, hè. Hé? Ik schiet er zo vaak op. Kanker op! Als die mij nu kan killen, niks. Nee, niet te veel. Ik vind dat ik schaatsspel. We hebben Autopia nog niet opgenomen. En wat is gedaan? Ah ja, we gaan een video maken met Autopia en dat bierspel. Jens, gaan we nog wel eens of niet? Ja, dat kunnen we ook vandaag doen. Maar dan schakelen we wel. Ja, dat kunnen we nog doen, mensen. Schakelen wel even over naar Jonas, want die gaat opnemen. Maar ik haat deze. Ja, we gaan het toch opnemen of niet? Ja, is goed. Wel, bierklauwen mocht jij opnemen, hè? Dat kan, dat kun jij toch ook? Ja. Maar ja, er is dus mensen, voor dit was de nieuwe game. Voor VIP. Maar gaat voorlopig nog wel enkel voor VIP, want kijk, de poort hier is nog gesloten, want hier buiten. Waar is deze? Is Discovery. Alles in Discovery. Ga ik wel even bekijken. Waar staat hier? Even zoeken. Kijk, dus dit is toch een fly. Ah, wacht, is dat hier? Ja, dit is het gebouw. Nog voor gesloten voor alle andere mensen, maar wij kunnen er natuurlijk warpen. Ja, we zijn hier ook bij Autopia, dus wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Dat is de video afsluiten en een nieuwe video maken waarin we gaan racen. Nou, we maken hem twee video's van. Het was een korte video, mensen. Maar we zijn nog eens een keer op Gravenger geweest. Maar we kunnen wel een beetje spoileren dat Atlantis, de opening, gaat niet zo lang meer duren volgens mij. Ik kan, ja, wel, kan wel verklappen dat ze gewoon het werk zijn geweest. Maar ja, inderdaad, Jens, we mogen dat helaas niet laten zien, maar toch? Ze hebben flink gewerkt. Het wordt zo tijd dat het opent. Dus binnenkort zien jullie een video van de opening. We gaan niet bij de VIP-opening opnemen, maar bij de officiële opening. Ja, dat is omdat dat gezellig is, Jens. Dat is gezelliger met al dat volk. Kunnen we een kwartier wachten op onze trein? Ja, zoals realistisch dus. Ja, dat heb ik dus ook eens meegemaakt met Indiana Jones toen die open was. Maar toen was ik nog een guest, hè, dus ik had geen andere keuze. Hij moest wachten. En dat kun je maar meteen zo'n kerk natuurlijk, hè, dus. Maar toen werd er nog een openingsdatum bekendgemaakt van tevoren. Dat hebben we bij al die andere attracties, zoals Soaring Over Gravenger, Abbey van Lamsbergen, dat toch nooit gezien. Een openingsdatum. Maar hier stoppen we met de video. Dus, inderdaad. Later, mensen. Later.